ook nog, hè, Sandra Beckerman? We horen jullie sterven en zeggen, ja, de linkse partijen, die hebben nooit hier aan tafel gezeten, dus die weten de afwegingen niet. Nou ja, kijk, even wat cijfers van tien jaar, Rutte. De huren in de vrije sector zijn 44 gestegen. In de sociale sector 26 Het aantal daklozen is verdubbeld. We hebben 330.000 woningen tekort. Hm. En dan zeggen, ja, de schuld ligt bij links. Is natuurlijk wel, ja. Heel erg flauw. Ik snap heel goed dat het CDA ongelooflijk veel spijt heeft. En dat begrijp ik heel goed. Uh, want het is natuurlijk heel pijnlijk dat je zo'n wooncrisis mede veroorzaakt hebt. En ik zou nu ook willen oproepen: luister dan naar die alternatieven die wij keer op keer op keer hebben geboden. Die verhuurde heffing daarmee stoppen, dat hebben wij keer op keer voorgesteld. Het geld niet uh, bijvoorbeeld aan grote multinationals geven, maar nu investeren in bouwen. Keer op keer voorgesteld. Ja, uh, spijt snap ik. Uh, maar kijk dan ook wat voor alternatieven wij neerleggen. Op zich was 10 jaar Rutte natuurlijk niet 10 jaar het CDA. Dus ik denk dat dat, dat, dat verwijt zo misschien dat. een klein ja. beetje. Maar goed, wat, wat wel interessant is, is vooruitkijken. Los van de, los van de, de verwijtende vingers naar, naar het verleden. Zo'n zo minister van Wonen, hè. hoeveel uh, regie, hoeveel slagkracht moet die krijgen? Dat horen we net ook de hoogleraar zeggen. Die moet, die moet wel daadwerkelijk iets kunnen. Zeker. Dus er moeten uh, financiële middelen beschikbaar uh, worden gesteld. En er moeten locaties worden aangewezen, wat mij betreft buitenstedelijk, om ook. Uh, Eensgezinswoningen te bouwen. Want binnenstedelijk zul je vooral gaan verdichten en appartementen gaan bouwen. Procedures moeten uh, versneld worden. Uh, er moeten meer tijdelijke woningen komen voor spoedzoekers als ze gaan scheiden, inderdaad. Dus ik zie daar wel een hele belangrijke regiefunctie voor die minister. Uh, om ook met provincies en met gemeentes, zoals gezegd, die elkaar vaak in de haren vliegen, toch die doorzettingsmacht te okay. geven. Want. Laten we wel wezen, een miljoen woningen in tien jaar, dat is wel heel ambitieus. Hè? Dus daar, daar is ook sterke regie voor nodig. Maar zegt u dan, het Rijk moet kunnen zeggen, gemeenten, jullie moeten hier gaan bouwen? Zeker, in het uiterste geval moet dat zeker kunnen. Uh, we hebben het voorbeeld van Rijnenburg, maar Flevoland uh, is ook zo een, uh, Zuidplaspolder. Uiteindelijk moeten we, zeker als we die extra woningen willen uh, uh, bereiken, moeten we dat doen in... Uh, ja. Ik begrijp dat GroenLinks uh, daar niet helemaal mee eens is. Want jullie willen dat de gemeenten zelf ook nog wel meer inspraak krijgen. Nou, wat we een belangrijke taak vinden voor die minister van Wonen. is harde afspraken maken met provincies, met gemeentes. De, zo, de komende jaren moeten zoveel woningen worden gebouwd. Het dan ook mogelijk maken. door bijvoorbeeld heel veel geld beschikbaar te stellen. om de onrendabele investeringen af te dekken. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. of als je sociale huurwoningen bouwt. omdat dat vaak nou, wat duurder is. GroenLinks telt daar 6 miljard voor uit. We tellen 18 miljard. Uit voor woningbouw. Ik denk dat er, of voor um, openbaar vervoer aanleggen. Ik denk dat weinig partijen zoveel geld uittrekken voor woningbouw. En als vervolgens gemeentes dan niet leveren vinden wij dat ze daarop aangesproken moeten worden. Maar ik geloof er niet in dat wij nu als rijksoverheid gaan zeggen nou, je moet daar die polder gaan volbouwen, terwijl de gemeente tegen is en de provincie tegen is. Dat gaat geen woningbouw versnellen. En toch is dat dan, toch is dat dan uh, te vrijblijvend. Hè? Want uh, nogmaals die ambitie is enorm groot. Mm. Dus je kan dan zeggen in de lijn van de heer Smulders, we laten het in eerste instantie aan gemeentes. Nou, je ziet het. Hè? Dan, dan realiseren we, wat is het op dit moment, 65.000 tot 70.000 woningen. Maar dat moeten we oplussen. Op dus we zullen in een nieuw kabinet, zullen we extra zoals in die extra nota, zoals in het verleden... extra locaties moet aanwijzen. Reactie van de SP. Kijk, we moeten een miljoen woningen bouwen en daar vinden we elkaar. Maar die woning moet ook betaalbaar zijn. Een gemiddelde nieuwbouwkoopwoning vorig jaar kostte 4 ton... Dat is voor heel veel mensen niet betaalbaar. En wat het CDA nu doet. Ik heb dat wel eens testosteronpolitiek genoemd. Ze hebben spijt van hun vorige keuzes. En gaan nu in de overdrive en zeggen: we gaan in die polder bouwen. Terwijl we weten dat daar niet betaalbaar gebouwd kan worden. Het kost 3 tot 4 miljard om in die polder te bouwen. Daar hebben mensen niks aan die nu op een betaalbare woning zitten te wachten. En dat is de opgave. Het heeft geen zin kijk, om heel komt, Nederland vol te zetten juist, met onbetaalbare kijk, daar komt het, woningen. Daar komt, het, uh, daar komt de aap uit de mouw. Kijk, willen we. Die ambitie willen we daaraan voldoen. Willen we die voldoende woningen bouwen. En zoals mevrouw Bekkman terecht aangeeft betaalbaar bouwen. Mm -hmm. Dan zullen we uh, inderdaad aan de buitengrenzen van dorpen en steden moeten gaan bouwen. Want de grond in die steden is duur. En dat, dat wordt dan geframed als zijn. Ja, Polders voor plempen. Je kan al heel mooi natuur inclusief met veel groen ook gaan bouwen. Dus dat is dan, dat dan als u ook, dat betaalbaar niet... wil hè, en vanuit de fabriek dan moet u ook ja boten bij de vis leven en ook zeggen ja, we gaan ook naar buiten toe. Kijk, dat is interessant. Want en dat moet de minister ook financiën... doen. Uh, daar vindt u ons natuurlijk aan uw zijde. Maar u heeft dat geld helemaal niet voor die ene polder in Utrecht, waar geen openbaar vervoer is. Waar de snelwegen al hartstikke vol zitten. Dus laten we nu vooral inderdaad dat geld investeren. En laten we dat geld investeren in de groepen die het hardste nodig hebben, de lage- en de middeninkomens. Voor wie er nu bijna geen betaalbare Moeders huur... reactie? Nee. Ja, maar kan toch nog even de een reactie bij meneer Smulders. Maar vooral op het punt van wat jullie zeggen.